Dit kan levensgevaarlijk zijn. Enorme boomtakken kunnen zomaar afbreken en op de weg vallen. En dat gebeurde afgelopen zondag bij Apeldoorn ter hoogte van de Koningin Juliana Toren. De auto van Jan Willem de Visser werd geraakt door een enorme tak. Ja, we dachten in eerste instantie dat er een tegenligger bij ons binnen kwam rijden. Want je ziet ineens niks, want de ruit die versplinterde. Dus ik ben maar heel snel gaan remmen. En toen bleek dus dit gevaarte op onze auto te zijn gekomen. De auto van Jan Willem en zijn vrouw is totaal los. Je zou ook kunnen zeggen, tegelijkertijd wat voor een enorm geluk wij hebben gehad, dat we er levend uit zijn gekomen. Meneer de Visser gaat proberen de schade te verhalen op de boseigenaar. Afgelopen weekend viel in Nunspeet ook al een grote tak op de weg. En dat is de zoveelste keer dit jaar, want de bomen hebben het zwaar. Zwaar onweer, zware buien hebben we gehad, overstromingen, Apeldoorn, mooi voorbeeld. Staatsbosbeheer controleert de bomen eens in de vier jaar. Hier bij Hoog Bulo hebben ze onlangs nog een rij bomen weggehaald omdat ze te gevaarlijk zijn. Maar Staatsbosbeheer gaat niet extra controleren. Want die inspectie kan niet voorkomen dat er ongelukken plaatsvinden. Het blijft toch een beetje natte vingerwerk. Het is een beetje gevaarlijk in het bos dus. Het kan gevaarlijk zijn, ja. Maar de fietsers in Hoog Bulo maken zich nog geen zorgen. Nou, daar hebben we niks van gemerkt hoor. Nee, echt niet. Staatsbosbeheer adviseert om bij slecht weer niet het bos in te gaan.